De strijd om plek 5 gaat tussen Right to Dream en Benfica. Beide ploegen hadden pech in de groepsfase, werden op 1 doelpunt uitgeschakeld. En strijden dus vandaag om de 5e plek. De eerste grote kans is voor Pedro Correa. Hij treft de paal. Pech voor Benfica in het begin van de wedstrijd. Hier dan wat geluk. En nu komt die bal goed voor de voeten van Correa. En schiet hij hem tegen de touwen. Ongelukkig weggewerkt door de Ghanese. En Pedro Correa zet Benfica op 1-0. In de tweede helft. Fernandes krijgt hem mee. Fernandes schiet maar eens. Prima schot. Maar dat mag ook gezegd worden van de redding van Adai. De doelman van Right to Dream slaat hem uit de kruising. Felipe Soares. Goed weggedraaid. Dan is Soares er nog. Krijgt hem terug en rondt hem af. En vlak voor tijd beslist hij deze wedstrijd. Benfica gaat de 5e plaats pakken. Felipe Soares rond het keurig af. En een meer dan terechte zegen zit eraan te komen voor Benfica. Want Right to Dream doet weinig terug. Hier een schotje van ver, maar geen gevaar voor de Portugese doelman. En het slotakkoord is ook van Benfica. Mooi opgezette aanval. De voorzet komt terecht bij de tweede paal. En daar staat Godfried Frimpong. Hij zet de 3-0 eindstand op het scorebord. Benfica eindigt als 5e tijdens de ABN AMRO Future Cup.